klokkentoren is 80 meter hoog en geïnspireerd op Spaanse voorbeelden. Ja, 80 meter. Zal wel zoiets zijn. Hè? Ziezo, hier staat het. De universiteitsbibliotheek is een gift van het Amerikaanse volk. De Amerikanen waren erg onder de indruk van de vernielingen in de Eerste Wereldoorlog en zijn een inzamelactie gestart voor een nieuwe bibliotheek. Die was klaar in 1928. Het moet zowat de bekendste schenking aan KU Leuven zijn. Wist u trouwens dat onze universiteit meer dan 11.000 grote en kleine schenkers heeft? Misschien kan u een van hen worden. Wetenschapsjournalist Dirk Drouwlands is een oud student biologie met een hart voor onze universiteit. En hij is blijkbaar niet de enige, want in haar 600-jarig bestaan heeft de KU Leuven een rijke traditie van mecenaat opgebouwd. Met als doel onze wetenschappers te helpen om te doen waar ze goed in zijn. Blijven vragen stellen tot ze het antwoord vinden. En soms kan een gift daar rechtstreeks toe bijdragen. Ga hier, de grote trap. Zwaarste Europese vogel. Indrukwekkend. Deze vogelcollectie bijvoorbeeld is geschonken door de familie Pas en telt maar liefst 1300 exemplaren. Indrukwekkende vogelcollectie, we staan hier midden in de vogels, maar blijkbaar is dat een gift. Ja, dat is een gift van Frans Pas. Het was zijn droom dat er echt actief nog iets mee ging gebeuren. Het is zowat de grootste vogelcollectie van Vlaanderen en bevat bijna alle vogelsoorten van Europa. En wat gaan jullie daar dan nu mee doen? Ja, het is dus echt de bedoeling dat we die collectie actief gaan gebruiken en ook gaan inzetten in onze practica. Zo gaan we die inzetten in de practica diversiteit van dieren bijvoorbeeld. Dus een droom van Frans Pas gaat de realiteit worden? Dat hopen we toch, ja. Onze studenten kunnen dus iets leren van zulke giften. Maar er zijn ook andere manieren om onderzoek en onderwijs aan KU Leuven en UZ Leuven vooruit te helpen. Een van die manieren is via een legaat. Dat wil zeggen dat u KU Leuven opneemt in uw testament. U kiest daarbij zelf naar welk goed doel uw nalatenschap gaat. Arlette heeft dat gedaan. Arlette was een voormalige lerares Latijn-Grieks die een eeuwige student was en een boekenwurm. En tot haar 98ste als vrijwilligster opzoekingswerk deed voor de universiteit. Zij liet dit huis na aan de universiteitsbibliotheek, zodat ze haar liefde voor boeken kon delen met de volgende generaties. Een mooi verhaal en een mooi huis. Van de meer dan 400 goede doelen aan KU Leuven hebben de meeste met gezondheid te maken. Ook de grote schenkingen gaan naar medisch onderzoek en apparatuur. Professor Mathieu van den Bulke van het Leuven Brain Institute toont ons de Spatial Multiomics, betaald via die grote schenkingen. Deze spitstechnologie zal onder andere onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en kanker in een stroomversnelling brengen. Wel, dankzij die technologie kunnen we eigenlijk op celniveau de hersenen bestuderen. En kijken eigenlijk wat er gebeurt in het brein van patiënten met ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson. Finaal moet dat dan uitmonden in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Ja, absoluut. Dankzij die technologie kunnen we de ziektemechanismen beter begrijpen en doelwitten identificeren voor behandeling. Dus het is een geweldige, nuttige donatie eigenlijk, dit instrument. Een fantastische donatie die echt op termijn het verschil zal maken voor de patiënt. Ook kankerbehandelingen zullen in de toekomst veel meer gepersonaliseerd worden, zonder al die schadelijke bijwerkingen. Daar zal deze schenking toe bijdragen. Soms houden professoren zelf inzamelacties. Kankerspecialist Johan Swinne, wiens zoon ook kampt met kanker, is zo'n kampioen in fondsenwerving. Zo liep hij in 25 dagen naar Santiago de Compostela. Hiervoor moest hij 2 marathons per dag lopen. Een straffe prestatie die heel wat middelen opbracht. Ook bedrijven, organisaties en stichtingen kunnen KU Leuven steunen. Bijvoorbeeld door een leerstoel te financieren. Een van de 100 leerstoelen is de Brussels Airport Chair. Met die middelen zoeken onze wetenschappers naar technieken om de reizigerservaring op de luchthaven te verbeteren. Daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen, zeker? Voor een multidisciplinaire aanpak moeten we bij de KU Leuven instituten zijn. 15 zijn er dan, in uiteenlopende disciplines en met elk hun eigen acroniem. De scherpste breinen uit verschillende disciplines werken er samen aan prangende maatschappelijke vragen, zoals hier in het Leuven Plant Institute, waar ze duurzame landbouw en biodiversiteit onderzoeken.
extra financiering is altijd welkom. Want de wereld van morgen, die maken we samen. Goed bezig. KU Leuven Engage is een ander project dat u met een schenking kan steunen. Via Service Learning engageren studenten zich voor mensen in kwetsbare situaties. De studenten bewegings- en revalidatiewetenschappen bijvoorbeeld organiseren elk jaar een sportkamp voor mensen met een beperking. Zo leren ze iets wat niet in de gewone cursussen te vinden is. De ideale manier om mee te bouwen aan een solidaire samenleving. Deze prachtige watermolen aan het Arenbergkasteel is pas gerestaureerd met crowdfunding. En zo zijn er nog wel een paar projecten waar dat extra centen voor nodig zijn. Het paradepaardje voor de viering van 600 jaar KU Leuven wordt het Vesalius-project. Een belevingscentrum en museum met het menselijk lichaam als rode draad. Een 18e eeuws anatomisch theater is een van de gebouwen die voor het grote publiek zullen worden opengesteld. Maar daarvoor zoekt KU Leuven nog partners. Zo zie je, zo zijn er nog genoeg goede doelen die gesteund kunnen worden. Alvast bedankt voor uw aandacht. En ik ga nog eens naar de vogelcollectie kijken. Benieuwd hoe u een goed doel van KU Leuven kan steunen? Surf naar kuleuven.be/steun en ontdek alle mogelijkheden.